every Sunday evening, 8 p.m. Central European time. We spin those old school dance hits, Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostockdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Stock Den Haag, every Sunday, live. www.radiostockdenhaag.com. Welcome to a Sunday evening live request show. Italo disco and high energy from the 80s. For 3 hours of radio power. Live on the internet. Only on your Radio Stockdenhaag. Where it all started. The story's not over. We'll be right back.
3 ben ik dan weer. Maar jullie kunnen me niet gemist hebben, want ik geloof dat we er ook een week of 4 uit hebben gelegen. Dus inderdaad, eigenlijk gaan we gewoon door waar we gebleven, Gwen. Nou, inderdaad, je bent ook helemaal niet bruin geworden. Je bent wel verkouden ervan geworden. Ik ben zeer verkouden geworden, maar dat is van de airco die aan moest. Ik denk dat hij in een koentunnel heeft liggen zonnen. Ja, maar dan bijt het wel in daar, hoor. Nee hoor, helemaal niet. Die omgeving. Oh ja? En we hebben weer taart, hè? Jeetje. We hebben weer taart. Ja, maar we moeten nou erbij zeggen. Nou, we moeten niet. Het is bijna alsof Fred Ventura daar ook weer is. Ja, we hebben alweer taart. We hebben weer Fred Ventura. Deze taart is mogelijk gemaakt door Bakkerij Klink zelf. Ja. Waarom? Anne en Victor gingen weer naar Bakkerij Klink. En om weer een taartje te bestellen. Waarop Klink zei van... Nou, ik denk dat het mijn beurt nou eens een keer is. Ja. Want jullie nemen zoveel taart af. Deze is van het huis. Nou. Dus Bakkerij Klink. Proost. Klink. Ja, rijmt daar iets leuks op. Klink. Nou, ik denk dat ik nog even koffie drink. Ik vind het wel Duits klinken, hoor. Klink. Ging daar weer over klink. Koffie? Heer Klink, heer Flink. Oh, wacht, dat was heer Flink. Het was niet heer Klink, maar heer Flink. Spul van Klink. Dat is zo lekker als je koffie drinkt. Nee, ik vind hem heel goed. Nou, ik vind hem wel aardig, hoor. Ja. Met taart van Klink is de koffie nooit meer zoals op. Ja, in ieder geval. Nou, dat moet je dus niet doen, want dat klinkt alsof je een rioolpijp leeg schraapt. Ja. Ah, Victor, al hartstikke bedankt weer. Ja, dank jullie wel. En inderdaad, wat ik net al tegen Victor zei... zo'n bakker die zelf die zegeltjes apart legt voor je. En dat je dan binnenkomt en dat je dan hoort van... je spaarkaart is vol, deze is van mij. Dat zijn goede zaken. Maar goed, dus allemaal een Bakkerij Klink. Zometeen meer over Klink. Maar wat gaan we doen vanavond? Nou, mensen, het wordt een drukke avond. Want Eddie Miami komt langs. We hebben ze natuurlijk al lang exclusief hier gedraaid in de show. Een paar weken geleden. Maar nu op vinyl. Juist. Dus dat komt eraan. Dan hebben we 2 platen van het nieuwe album van Peter Wilson. Dan hebben we nog een Vocal Poetry. En nog veel meer. Out of range. So glad I saw you on the beach.
moet er wel aan denken hoor. Dat het zometeen weer lekker zomer gaat worden. Het wordt straks de komende week bijna 39 graden. 37, 38 geloof ik. Of dat ook hier in het westen zou zijn, dat weet ik niet. Altijd een beetje minder, hè? Ja, maar geloof je nog steeds in die weersvoorspellingen? Want net zoals gisteren ben ik weer die Zwarte Cross geweest. En er werd gezegd, ja, er gaan hagelstenen komen, zware onweerstoten. Nee, misschien niet daar, maar ze zijn er in Nederland. Zijn ze er wel geweest. Ja, zijn er zo gevallen, ja. En de weersverwachting in Den Haag klopte precies. Want dat was een half uurtje na, af en toe. Ja, om 6 uur zou het droog zijn. Nou. Dus het was geen kwestie van geloven wij wat ze zeggen. Nee, we kijken op die kaart, we zien die radarbeelden. Wij komen ook tot die conclusie. Ja. Precies. Nou, Edward kwam binnen en Kale Beats, ja, dat gaat niet samen. Dus dan gaan we praten. Nou, precies. En dan starten we de volgende weer door. Ja, zo. Dat kunnen we doen. Dan ga ik gelijk wel naar bezoek. Maar dit was natuurlijk inderdaad met het oog op die komende zomer. Moet die beach love alvast klaar liggen? Ja, want dan is het volgende week wel weer een keer tijd voor summer love. Oh ja. Dan werk ik daar alvast naartoe. En dan krijg je weer les summer. En dan krijg je weer al dat soort dingen. Nou ja, dit is dan in het kader van Rovo natuurlijk. Ja. John Sauli. Zeg ik nog een keer 19 oktober. Ah. Dan heb ik dat maar weer even onder de aandacht gebracht. Want ja, dan is die ergens natuurlijk. Hè? Oh ja, tuurlijk. Ja, ik moest er eens even denken. Maar dat komt door al die feestjes die eraan zitten komen. In de pip, inderdaad. Ja. Van de jongens van Club Italo. Ja, helemaal waar. We gaan allemaal. Dus Serge, hou ons op de hoogte. Doe meer reclame maken. Niet alleen maar leuke filmen. Ja, kom ik hier langs, zou ik zeggen. Ja. Kom ik hier langs. Ja, ja, maar we kunnen natuurlijk ook bellen. Dat mag ook. Je kan ook inbellen. Nee, hij kan beter langskomen. Want hij heeft altijd dozen oude wijn staan. Kijk, als het weer om alcohol gaat, dan mag iedereen langskomen. Hè? Ja, ik snap het alweer. Hij lag... Wat staat er nou? In de douche komen. Hij moet weer in de... Ja. Nou, voor de foreign guys and girls, if you're watching... and we're very happy that you're able to watch this show again... and thanks so much to many, many people behind the scenes... but also Dimitri... who arranged the video stream from now on. And that is served from a country far away from here. Dus kom maar op als je ons nog eens een keertje wil aanvallen. Nee. Maar goed. Ja, want nou ben ik gewoon thuis, hè. Dus ik zou daar maar uitkijken. So we're celebrating. Victor en Anna are here in the studio and brought again a cake and some Prosecco to celebrate that we're, of course, back on air where we belong and that you can watch us and chat. So, join us until 11 with loads of new music, primeurs, firsts, and of course, all of your requests. En dit is het eerste verzoekje. Yes. Ja. M&G. M&G, and that was requested by Berlusconi. His name is also Johan Tinnert from Gothenburg. And maybe you're going to Gothenburg to the party in September. Aha. I'm not there. No. Menno's not there. Nee, ja. Moeilijk. Ja. Ik ben al zoveel weg. En dan is deze datum veel verkeerd. Ja. Zonde. Dat is ook een passelijke titel voor deze plaat, hè? Ik ben al eentje naam. Ja. En dadelijk komt Freedom. Tanja, Berlusconi says maybe one of the best Italo disco ever. Ga je gang.
we weer hoor, met z'n allen. 22 man op dit moment in de chat. Welcome everybody around the globe. Who is listening to and watching Radio Stad Haag. Please come to the website and watch us doing our jobs. Get it while you can. Yeah, gelukkig zien ze mijn buik alleen. Mijn buik zien ze alleen. Meer niet. Oh, de mengtafel voor de rest vind ik genoeg. Vind ik genoeg. Je hoeft die harses van mij niet te zien. Oh. Dat is radio, hè? Ja, maar alleen wij moeten er wel naar kijken. Dat ja, erg is dat, hè? Ja, dat is toch verschrikkelijk. Kunnen we niet afplakken? Kunnen we een holgordijntje? Nou, zo'n dingetje ervoor of zo. Je kan ook wel zo'n zwart ding ervoor doen. Ja, een balkje. Balkje. Dan moeten we het holgordijntje aan twee kettinkjes hangen. Maar wie zit in het rinnetje? Nou, Matteo die ziet al gelijk dat Menno ontzettend dorst heeft. Yes. Meneer niet. Waar leidt hij? Nou, ja. Ach nee, meneer taart. He's always thirsty. Waar laat hij dat uit af? Ik heb moeten vechten voor een kopje koffie. Ja, hij gaat al die foto's op Facebook, ziet hij natuurlijk ook al. Oké, but anyways, in the chat, welcome again. And while we're talking to you, more cake is been brought in. And just to celebrate it, we're back on track. And also some bubbles and Prosecco later on. So Ewald is of course in the chat because this is one of the guys that worked so hard last week and had so much stress and a little sleep. Thank you so much again, Ewald. André den Hartog, aankomende dinsdag kun je hem weer beluisteren. Samen met Marco Di Luna natuurlijk in Rhythm Kitchen. Daniela, welcome. Danny Zwolle, Elroy zit erin. Dr. Red, Georgios, welcome. Jack, Johan van der Brugge, John Jones. José Galantis from Malaysia. Kees. Mike from Germany, of course. The good old Mike. Martin. Matteo. Mr. Willem. Paul zit erin. Philip Young. Philip from the States. Rick uit Rotterdam natuurlijk, die ook zoveel voor stad doet. Rusty. Senitja. En Teleki Pal. Maar die jongen van de Brugge. Daar ja, waar is die? Nou, dat is Dimitri. Nee, maar waar is die? Waar is die? Johan van de Brugge. Zal die nog komen dan? Oh, daar zit hij, Johan van der Brugge. Ja, Dimitri. Je noemde hem net op. Dimitri, ja. En toen dacht ik van, dan ga je er wat over zeggen. Nou, dat is Dimitri, die heeft ook heel veel gedaan. Nee, maar ik had natuurlijk Dimitri al benoemd. Ja, tuurlijk. Dat dankzij Dimitri, dat heb ik aan het luisteren. Ik vind het wel goed dat jullie even zeggen dat er ook Johan van der Brugge is. Ja, dat is voor mij heel verwarrend, want ik weet nou wie Dimitri is. Want dat is natuurlijk de man achter onze videostream. Ja, beter noemt hij zich Dimitri in de chat. Ja, want Johan van der Brugge, die houdt van beats. En die hoor je in de dop, weer niet voor niets. Er zijn mensen die zijn ergens fan van. Kan ik ook niet doen? Ja, dat is waar. Hey, is het soms zeg maar een rebirth day cake? Huh. Dat we wedergeboren. Oh, maar hij is heel licht. Wedergeboren. Oh, is dit een schuimcake is van zo'n kelder? Hoe is zo'n ding? Nee, dit is een hazelnoten schuimgebak. Hema, dus ik denk dat ga ik los, hoor. Oh, dat kan nog steeds. Van Hema. Kijk, dit vind ik nou een manier van doen. Ja. Dat je zelf er wat van overhaalt. De leftovers die zijn binnengekomen. Laat hem maar even zien, Menno. Ik heb mijn schotels heb ik behoorlijk. Dit is de leftover, is dat. Maar het is wel de goeie. Het is wel de goeie, dus ik ga hier even keihard aan werken. Ja. Ja. Mag ik mijn bord terug? Oh, kijk nou, wat een overheerlijke chocoladekrul. Ik denk dat de visite is weggebleven bij Hans en dat hij daardoor met die hele taart is blijven zitten. Oh. Die denkt, nou... Had hij visite dan? Dat weet ik niet. Ik heb hem er wel vanaf. Nou, in ieder geval, guys and dolls, if you missed the first bit of the show, what can you expect? Many of your requests we have received. Thank you so much. But also to Peter Wilsons from the new upcoming album that will be released in September. And then we have a reissue that is released last Friday on Flashback Records. And it's called Yvonne Komen. Is het de dochter van Theo? Ja, dit... Theo is gegaan. Nee, of was het klaar? Ja, die wel. Dat is de dochter. Nou, en dan Volcom Poetry hebben we ook nog een dingetje van. We hebben nieuws van. Ja, maar daar pakken we dan toch... Daar komen we zo meteen op terug. Daar is nieuws van. En we hebben ook nog een donatie ontvangen. Twee stuks. Eentje van Lucas Tijema. En die doet altijd zijn driemaandelijkse kijk- en luistergeld. Oh. Maar hij was nu te laat. Dus heeft hij zichzelf een boeterente van 10% opgelegd. Ja, waardoor het bedrag nu is uitgekomen op €33,80. Lucas Tijema, je bent een kanjer. Dank je wel voor je kijk- en luistergeld. Het had ook 33, een derde euro kunnen zijn. Ja. Dat had dan weer leuk gerefereerd aan onze draaitafel. En Lucien Pot, jij ook onwijs bedankt. Een donatie van €50. Oh. En hij zegt gewoon uit dankbaarheid. Tegen en de dat hackers. Jullie
dat jullie er iedere week maar weer zijn. Laat u er goed aan Hans Buitelaar doen als hij hem ziet. Dat is zijn overbuurman, hè Hans? Nou, onwijs bedankt. Nou, tot om 9:30 is het Space in tijd. En dan gaan we even naar Anton Eriksson, die gisteren jarig was. Ja. En dan daarom vandaag de Space in gaat leveren voor ons. Nou, mooi man. En dan al die event-releases natuurlijk, hè. Ah. Kijk. Ik kreeg een teken. Daar zijn ze hoor. Oh, mooi. The new releases on Eventy Records. Also, we will play some, of course, this evening. Quint, ik heb nog heel kort om te vertellen wie Jealousy heeft aangevraagd van Amy Stewart. Ik denk nog een seconde 14 of zo. Nou, Dario was dat. En die heeft er verder niets bij gemeld. Dus Dario, here is your request. Amy Stewart, ja. Jealousy. Lekker plaatje waarvan ik dacht van, huh? Welke is deze? Wat is geen dit, weet goed. Nee. Dus maar, het komt nu goed. Nou, klinkt dat hè? Jeetje, ja. Ik heb het niet aangevraagd. Linda, kom er maar in hoor. Kom de kamelen maar weer in hoor. Kom maar met die kamelen. Eén lekkere. Waar zijn die kamelen tenen? Ja. Eins, twee, go. Amy Stewart was dat. Je kent er nog van Nathan Wood. Dat heette Jealousy. Nou, ik zou zeggen... Toepasselijke titel, hè? Waar is de barbecue? Kom jij eens een beetje naast me staan, schat. Nee. Anders sta je zo met je hoofd in de speaker. Ja, in beeld dan, je mist het punt even, Giel. Want Jealousy. Ja. En we hadden het net even over een paar dingen. Dus ik zei toepasselijke titel. Oh, we halen daar niks van uit. Nee. Nou, ik begrijp hem. Natuurlijk begrijp ik hem ook. Maar wie hebben wij hier bij ons? Natuurlijk. Hè?
Ja, een lange zetmast. We hebben een draad tussen tegengestoken. Nou, overal ontvangen. Ja, ja. Grote werphengel. Mario, lange werphengel noemt hij mij tegenwoordig. Ja, lange werphengel. Hoe heb jij de afgelopen dagen de tour bekeken? Vanaf de bank. Ja, maar, nou, het is fantastisch. Op die bank? Op ja, het is wel een prachtige Tour de France dit jaar. Ja, precies. Ja. Want vooral gisteren en vandaag, Giel, je hebt de verkeerde jingle aangezet. Hij komt al. Nee. Daar is hij, kijk. Ja, ja nou, dat natuurlijk gisteren een hele spannende dag op de Tourmalet ontstond. Waarin Kruiswijk een greep naar de macht deed. En zeker. Verdomde dichtbij kwam, mogen wij wel zeggen. Nou, vandaag was ook een mooie etappe. Dus, in een tweede bloedstollende rit op de Pyreneeën. Voor de mensen die het enigszins interessant vinden, zou ik je aanraden om de komende week nog te gaan kijken. Nee. Ja, maar morgen niet. Want dan hebben ze morgen rustdag. Nee, maar vandaag Steven Kruiswijk natuurlijk korter afstand op het geel, maar ondertussen iets meer aangevallen dan mannen achter. Ja, het staat allemaal lekker dicht op elkaar. Bersoldo is net als wij, Gwenny. Ja. Ja, ze staat ook lekker dicht op elkaar. Oh, nee, maar het is anders dan voorgaande jaren bloedstollend spannend. Ja. Nee, het is zeker fantastisch. Wordt het niet eens tijd dat jij in die tour, ik denk met die beenlengte van jou, heb jij zo die gele trui? Ik ben vorige week zondag naar Groningen op de fiets gegaan. Wel ja, joh. Maar dat was met wind tegen 245 kilometer. En ik ben een beetje geblesseerd uit die rit gekomen. Nou, ik vind dat je een beetje moet kappen. Overbelaste knie, denk ik. Ja, dat is toch ook niet normaal. Je fiets mag gewoon mee in het weekend, in de trein. Dat is wel fijn. Ja, dat, dus ik wilde eigenlijk ook weer terug gaan fietsen. Maar de wind was weer gedraaid. Dus dan zou ik vrijdag weer terug gaan. Maar dan had ik weer 245 kilometer wind tegen gehad. Dan had ik geen zin in. Je kan aan Rick Ramijn vragen wat dat kost, zo'n kaartje voor je. Want als je denkt dat niet hoeft, dan is het best duur. Ja. Nee, inderdaad. Rick, daar fiets ik ook regelmatig mee natuurlijk. Ja, maar dan moet je af en toe natuurlijk even stoppen. Hè? Want dan moet hij je bijbenen. Ja, nou, dat gaat redelijk goed. Nee, maar met die zijwieltjes, dat fietst natuurlijk heel anders. Ja. ik herinner me dat blog nog van anderhalf jaar geleden, waarin hij heel verbouwereerd was, dat hij bekeuring had gekregen omdat hij zijn fiets in de trein had gezet. En daar geen kaart voor had gekocht. Kost inderdaad, daar moet je voor betalen inderdaad. Nee, maar het vond het zo mooi dat hij dan zo verongelukt was. Want dat was een dienstklopper. Nee, Rick heeft daar een handje van. Die houdt er wel van om zijn mening in ieder geval uitbundig te ventileren. Heerlijk. Ja, dus, nou, daar houden we dat wel. Dat we hem niet delen, dat is dan weer een ander verhaal. But anyways, guys, like we told, Eddie Miami in the house. And he's bringing the fresh new, they're still hot, vinyl. Ja, hoe zit dat met die camera's? We hebben nieuwe vinyls bij ons. Precies. Kijk eens, This week, the new releases of Eventi Datsuro Records arrived in stock. So, since yesterday, they are on sale on eventirecords.com. And one of the new 12 inches is this one by Caglioni. And it's called Star. Nou. And it was premiered a month ago on Radio Spotana. Nou, dus zijn Italianen snel geweest dit keer, hè? Ja, zeker. And very nice green, dark green vinyl. So, order now. Go to eventirecords.com and get them all for your collection. Caglioni, Star. Longer, so I'm going.
hebben we nog regieafspraken vooraf. Wie er begint te praten. Maar de kale beats geven aan dat we gaan praten. Dus ja. Draai om en blijf bij de les. Maar die kale beats zijn alweer voorbij, hè? Dus moeten wij eigenlijk onze mond weer houden. Nee, nou is het te laat. Ja, nou is het te laat. Ja, dit is toch Ricky Maltese? Dat is toch Caglioni, Adriano Caglioni. Ja. Die heeft ook die muziek geschreven voor Maltese en voor Radiorama. En voor allemaal dat soort luiden. Nou begrijp ik dus de bruggetjes die erin zit. Maar je wil nog steeds niet vertellen wie de Digital Emotion heeft ingezongen? Nee. De kans bestaat. Want hij weet het namelijk wel. Hij weet het namelijk wel. Hij weet het wel. Je bedoelt de man of de vrouw? Nee, de vrouw. De man, die weet ik wel. Ja, zie je. De vrouw weet jij ook. Nee, maar die ken ik niet. Maar je weet wel wie het is. Nee, ik weet niet hoe ze heet. Nee. Is die mevrouw weer net zo vluchtig contact als zeg maar de voorgaande productie? Dan is er hier een Van de Been die leuk een beetje doen om elkaar te halen. Nee, maar hartstikke goed dat je ze gewoon weer inhuurt en dat je toch niet weet hoe ze heet. Voelen ze zich zeer gewaardeerd, denk ik. Nou, nog even voor de verduidelijking, voor de mensen die niet kijken. Het loopt weer helemaal vol hier. Ja, we hebben Han van Buren. Dimitri is, die ook vaak als Johan van den Brug in de chat zit, is er ook bij. Hans Dols natuurlijk. Nou, Ron Steuvleu, die hebben we hier. Die krijgt straks de hele familie Cosetti bij hem in huis. He, als we 10 augustus natuurlijk allemaal naar Amsterdam gaan. Naar Brett. En voor Italo Connection, Aroy D. En Sergi Elias natuurlijk. Brett Sloterdijk, Italo Festivaletje van Disco Totaal. Allemaal je kaartjes kopen. Ga maar opzoeken op Facebook. Dus. Dit nummer is ook geschreven door Adriano Caglioni. Onder andere inderdaad. Dat, samen met... Op de hoes kon ik het niet eens vinden. Staat op het label. Daar staat er wel op de hoes. Farina staat er ook. Daar linksboven staat hij. En deze zat toevallig in de tas en ik hoor dat verhaal. Ik denk, nou, dat is dit het moment om hem maar in te drukken. Ja. Toevallig. Ja. Toeval bestaat niet, zeggen ze, maar dit is toeval. Nee, ja, op de camera kan je zien dat hij al 38 minuten klaar lag. Ja. Waar gaan we zo meteen nog meer naar luisteren? Digital Motion, gooi je er ook nog even in. Lekker. En hoe heet ze, die muchacho? Hè? Ja, ha, leuk. Die muchacho, lijkt wel een zak salsa chips. Ja, en dan hebben we nog meer Disco Planet. Nu van thee hebben we ook nog. Ja. Dus blijf maar lekker hangen, Eddie, bij ons. Zullen, Eddie. Ik blijf tot een uur of 10. Mooi, dan kan je even de zelfgemaakte raki proeven van Dimitri. Maar die sla ik denk ik over. De platen blijven gelukkig. Ik heb gisteren al gerakied. Flink gerakied. Dus vandaag was ik niet in de beste conditie. Maar een gerakied heb je. Ik ken het probleem. Ja, ik zag bij jouw WhatsApp dat je tot om 4:30 nog online was geweest. Ja.
Ja, Ricky Maltese en Warrior. En dit nummer is ook uitgebracht door Radiorama. Staat ook op een van de Radiorama LP's. En ja, gaaf plaatje. Ik werd er altijd wel blij van. Ja, ja, ik en zoals we net al verkondigden, dus onder andere geschreven door Adriano Caglioni. Ja, het is een beetje, wij zouden zeggen op Haags Caglioni. Ja, Caglioni. Maar het schijnt dat je die G niet uitspreekt. Dus, ik zie Gwensie op dit plaatje huppelen zo. Weet je, kom maar, ja, zie, kijk toch op. Ja, en Giacomo Maiolini. Ja, Maiolini, ja, dat is... Een van die anderen. Ja. Is een lekkere meezing hoor, dit. Ja, heel zeker. Wow. Is net carnaval, hè? Ik vind dat er wel wat energie in jou zit, ondanks dat je om 5:30 nog zat te WhatsAppen. Nou, en het was nog later, hoor. Het was 7:30 voordat we uiteindelijk gingen slapen. Okay. Maar weet je wat het is? Zodra ik hier ben... Maar vanaf 4:30 was je niet meer in staat om te lezen. Nee, dat sowieso niet. Ik weet niet wat ik om 4:30 nog op die telefoon heb gedaan. Nee maar je 7:30? Ja, joh, dan zitten we nog na te lullen. En, dus het, na zag... te lullen? Ja, als ik dat doe 7:30, dan duurt het wel weer 3 dagen voordat ik bij de Pinken ben, hoor. Ja, maar ja, kijk, hè. Ja, jij wel. Klein maar dapper. Daarom zijn we. En als jullie dan vak voor jullie gaan slapen, dan zeg ik gewoon even tot ziens tegen elkaar. Ja, dan valt ze bewusteloos. Nou, dan weet ze in ieder geval niet meer wat er toen gebeurt. Maar hoe laat kom jij dan je nest uit als je 7:30? Nou, ik moest na... Ze was net op tijd binnen. Ik moest na 4,5 uur slapen, moest ik piezen. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan ga ik terug en dan kan ik daarna dus de slaap niet meer vatten. Nee. Dus ik heb erin gelegen, liggen dommelen tot 1:30, 2:00. En toen dacht ik, ik moet eruit. Want ja, stok in mijn reet. Ik moet dingen posten voor Radio Stad Den Haag. Ja. Dus toen lag Marion ook nog heerlijk te snurken. En toen zat Gwen alweer te dikken, zeg maar. Dus toen ben ik eruit gebleven. Sappie geperst. Respect. Gaat toch hele strips van die oppers en die ploppers door. Ja, dat moet natuurlijk wel iets vitaminepillen, hè. Dus leverreiniging gaat erin. Vitamine C, B12. Ja, dat gaat toch allemaal in. Magnesium. Emmers. Dus, echt emmers van pillen. Infusie worden in de armen gestoken. Ja. Nee, dat is alcoholinfusie. Ze zit tegenwoordig op vrijdag op zaterdagochtend ook weer op een paard. Op een paard? Nee, daar ben ik weer mee gekapt. Heb ik net op tijd dat verhaal meegekregen. Ja, ik heb dat 4 keer gedaan op duimlicht. Ja. Nou dan, ja, dan is het ook weer... Maar je zit niet meer op een paard. Nee, ik zit niet meer op een paard. Dat gaan we een andere keer. De jingles kennen we weg. Ja, but anyways. Dus ja, nou daar krijg ik krijg dus energie van jullie allemaal. En, ja. En ik denk de mensen thuis ook. Want dat is altijd wel wat je leest. Dat iedereen er enorm van geniet. Hè, van lekker hoor, op zijn zondagavondjes. Hè? Ja, en we hebben onwijs veel verzoekjes ook. Nou, wat hebben we klaarstaan eigenlijk voor gezelligheid? Wem. Nee, Elkezar. Oh. Dus, daar kwam Ik Rover kwam daar even mee. Oh. Seva, ja. Wel dezelfde plaat hoor. Ze hebben niet eens de moeite gedaan om er iets aan te veranderen. Maar er zit een heel klein funky extra gitaartje in. Dus we doen hem even voor jou. Gezellig. My feet.
Wham! Oh nee, het was geen Wham. En moest Alcazar zijn deze keer van 7. Ja, maar dus een remix van Alcazar van Wham met Young Guns. Maar is dat Alcazar van Crying at the Discotheque? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Die heeft hij ook een beetje iets anders van gemaakt. Dat is natuurlijk of origineel, is ook van iemand anders. En Seva ken je nog wel. Die heeft nog wel eens van die Space Jam dingetjes gemaakt, weet je nog? Ja, daarom was het leuk om hem even zo met voorhanden. Thank you so much, Seva. En de doppen gaan weer uit de Prosecco's, want wij vieren natuurlijk Haagse Vrije Radio. En we vieren de zomer. En we vieren de zomer. Ja, daarom hebben we... En we vieren het nieuwe vinyl op Eventi. Nieuwe vinyl. Nog één. Zo is het, hoor eens. Proost, dankjewel. En we vieren de Tour de France. Zo, Max Verstappen erbij. Ja. Het is bij, iedere zondag is het bijna... Lijkt het bijna op de top 100. Ja, oké. Tegenwoordig is het iedere zondag door deze Victor en Anna ook, hè. Want die hebben geloof ik aandelen bij de Prosecco. Heerlijk. Ja, dat hebben we nog maar wel meer. Ze hebben natuurlijk ook aandelen bij Klink. Hè, Bakkerij Klink. Ja, Bakkerij Klink. In Voorburg, toch? Ja, Bakkerij Voorburg. Klink in Voorburg. Proost! Ja. Hey, en hoe klinkt die plaat, Menno? Nou, dat ongeveer zo. Ja, en moet je eens kijken. Wat een mooi geel vinyl, mensen. Yellow Vinyl, this is the other new release. Ja. On Eventi. Is dat nou keigeel of eigeel? Nou, het is keigeel, dit, hoor. Ja, dat kan zo op de zwarte cross, deze keigeel. Lekker, man. Hey, nou, net al gauw eventjes aan de man zelf gevraagd. Is hier weer sprake van een dubbele A-kant? Dus hij zegt ja. Waarop ik zeg, mooi, dan pak ik nou de B-kant. Dus omdat we Joppie Mine, zoals de A-kant heet. De echte A-kant heet, pakken we nu Runaway, wat dan de A-2-kant is. Ja. Mooi, man. Gaaf. Dus, ook deze is te bekomen natuurlijk. Eventirecords.com, hè? Ja, stond te koop, hè? Voor weinig. Hoeveel kosten die dingen? 17,90. Nou, dat is toch geen geld. Nog steeds inflatie bestaat niet hier. Nee! Heerlijk. 18 euro's, folks. 18 euro. Ja. 17,99. Ja. Import, hè? Import. Dat maakt het wat goedkoper. Import uit Italië. Import uit Italië. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, ja. We'll
toch zo benieuwd, Edward de Nijen. Wie is die zanger? Ja, ja. Piepstemmetje van die zanger. Sommige geheimen blijven geheim, hè? Ja, maar ze komen toch wel een keertje boven water. Wellicht. Natuurlijk wel. Sorry, Marcello, even een keer kietelas die er is. Dan zeg ik van, gezegd. Misschien bij de volgende Digital Emotion release. Ja, ja, als je die maar, koopt, maar, dan mag het kijk, ik vind het prima, ik respecteer dat je het geheim wil houden. Maar waarom is het eigenlijk? Wat voor zit er een reden achter? Nou ja, nee, jij gelooft mij gewoon niet. Ik ken die zangeres echt niet. Nee. Maar hoe kom ik ben dan niet Digital Emotion. Nee, kijk, zij krijgen natuurlijk... Ik zie in jouw ogen, Edje. Ja, nee, ik ben niet Digital Emotion. Nee, ik heb het allemaal gearrangeerd en ik heb er wel wat mee te maken. Maar... Ja. Als jullie het uit per se willen weten, dan krijg je niet te horen wie het is, want dat weten we niet. Maar wel hoe het zit. En voor de rest is dat toch van radio. Nou, ik vind het in ieder geval een plaatje. Interessant. Letterlijk en figuurlijk. Ja, lekker plaatje hoor. Worden. Ja, mooie lekker ei geel, hè? Lekker hoesje ook, hè? Oké, ja, prachtig. Niet Coco Yellow Screen, maar nee, dit keer is het een green screen, hè? Ja, Coco Yellow record. Ah, record is wel yellow. Ja, de record is ik yellow. Ik wil volgende keer ook dan een vinyl die aan de ene kant geel en de andere kant blauw is. Kan dat? Nee, dat kan. In Italië wordt dat moeilijk, denk ik. Ja. Hey, ondertussen zijn we bezig met Hold Me Tight van Bibi & Bad. Van onze Italiaanse vriend. Die had hem aangevraagd. Je hebt nog 5 seconden. Ja, ja, Giuliano. En daar komt hij dan. He says also... Still and warm greetings from those who always follow you. Well, thank you so much. Giuliano, that is the one and only Italian guy that shows himself... Hold me tight.
Jam Band was dat. En dat is toch ook Tony Carrasco die een beetje met deze band zat? Volgens mij heeft hij daar wel iets mee te maken. Ja, hij heeft mee te maken gehad. Maar die heeft met heel veel te maken, hoor, die Tony Carrasco. Die was niet zo monogaam. Tony Carrasco, ja, weet ik. Ik heb vanmiddag in 1984 Luis mogen presenteren. Nou, daar al heel veel Tony Carrasco'tjes tussen. Nou, nu ik je toch naast me heb hangen. Heb jij nog wat gedaan met die niet gereleased tracks van Will Reed? Nee, nog niet. Maar ga je daar misschien wat mee doen? Dat moet ik nog even beluisteren. Ik heb het heel vluchtig even beluisterd. Maar er kwam weer van alles op mijn pad. En daardoor en anders is gaat het een beetje uit mijn zicht verdwenen. Dus. Nee, oké, want volgens mij zitten er wel een paar aardige... Ik ga er nog eens een keer achter en er even zit toch goed naar luisteren. Een, wat was het nou? Zat er nou een Sylvester? Nee, Patrick Cowley zat erbij, hè? Ja, er zat een Cowley bij, Hazel Dean. Ja, weet je niet. Hij heeft nog niet geluisterd. Jawel, ik heb wel iets geluisterd, maar niet alles. Oh, okay. Dat is een hele lijst was het. Oh, dat was weer van die Sir Anton Ian Moeilijk. Precies. Ian Moeilijk. En dat die ineens van de stoffige planken waren gevallen. Die, en dan moet je ze opvangen en dan moet je er gelijk mee wegrennen. Ja. En wat je niet gebruikt, gelijk even teruggooien, dan gooien wij het gelijk in de eten. Hupsakee. Disco Planet Program 3. Ja. Rosetta Fantasy. En Fantasy. En die plaat is gemaakt door Karel Post, een Nederlander. En die heeft die plaat in 2004 gemaakt. Het is een van de tracks op
De nieuwe Disco Planet Program 3. En deze remix is speciaal voor deze Disco Planet gemaakt. En als je die andere 1 en 2 nog wil, zijn die er nog? Zeker, sterker nog. We hebben een aanbieding. Als je 1, 2 en 3 als pakketje koopt, krijgen ze met korting op onze website. Oh, zo, dan krijg je zo'n Albert Heijn sticker. 35% ja, korting. Ja, 35% korting. Zonder om weg te gaan. Korting. Ja. Oh, is het dan bijna over de datum? Ja, ja. Oh, dan moet je wel gauw zijn. Eventyrecords.com en there you can find the new Disco Planet en also de previous ones. Ja, so for a discount price. Exactly, that's what he just said. So go Ben, get them now, ja. Ik wilde met jou eventjes, Giel, mogen we een heel klein vlakvilletje nog even, want anders begint gelijk het pleisje al. Wij kregen zomaar ineens bericht van Roger Tell. Niet Willem, nee, niet zijn broer Giel, maar wel van die appel. Oh, denk je zo, Roger Tell, wie is dat dan? Ja, dat is natuurlijk een van de zangers van Folk and Poetry. Ja, oh, precies. Folk and Poetry, de Zweedse band aan wiens lippen wij maanden hebben liggen gekluisterd. Liggen lebberen, bijna. Nee, maar er komt veel leuks uit Zweden. Svitalo, hè, wordt het tegenwoordig genoemd. Svitalo. Svitalo. Ja, leuk man. Ja, je hebt ook Britalo, heb je al. Okay. En Frantalo, weet ik niet. Ja, Holtalo. Frantalo. Holtalo, dat komt uit Nederland, Holland. Ik dacht dat in Zweden. Waar jij de grootste hekel aan hebt, de Gitalo's. Oh, Gitalo. Dat zijn de Italo's met gitaar. Nee, maar er komt een hoop leuks met leuke new wave sounds uit Zweden. Zo, onder andere ook Folk and Poetry. Ja, en die vroegen aandacht omdat zij hun eerder uitgebrachte EP Exposed Thoughts hadden uitgebreid met een nieuw EP'tje. Dat heette dan Further Exposed. Dus okay, ik ben daarna gaan luisteren. Maar de tracks die op die eerste EP staan, die zijn dusdanig goed dat ik toch terug ben gegaan naar de eerste EP Exposed Thoughts. Ga zelf maar via Bandcamp en Folk and Poetry Exposed Thoughts kennis maken met de andere mogelijkheden die er zijn. Maar ik heb voor vanavond al gekozen voor de Glass remix van Exposed Thoughts. Hier is Folk and Poetry. When you're sad, when you cry, when you're in pain, all I want is to hold you again. Oh, 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 oh.
cartoonish, vind ik het. Ja, lekker die synth uithalen. Ja. Heel erg Brits wordt het op deze manier. Nou, we hebben natuurlijk de Electric City Cowboys versie als eerste toen gedraaid. En daardoor zijn we toen weer op de CD van de Electric City Cowboys uitgekomen. Oh. Komen we ook nog wel weer een keer op terug. Staan er dus veel meer lekkere dingen op. Nee, het is lekkere muziek. Zweden timmert lekker aan de weg. Zo is het. Nou, the next track is radio exclusive. And thanks to Kimo Salo from Flashback Records. What are we talking about? It's called Yvonne Komen. How did you come into my life? The original version. And there is a long story behind it because it's one of the most rare ATC Teledisco vinyls, which will now be reissued on Wishing Well Records. It's and known under the name Pascaline. Yes, that was it at that time, Contre Toi. And Yvonne Komen was on the B-side. And now it is reissued because they find the unreleased version of the song from the original master tapes. And because that sounded even better than the released one, it's now on an A-side, on a vinyl in two versions. And thanks to Manuel de Leo, who also dug out the old tapes from his archives. And to Damien, who restored the original sound. Well, are you curious? Here it is. Yvonne Komen, and how did you come into my life? This is a Radio Stad Den Haag world premiere.
Bowman. A reissue on Flashback Records. How Did You Come Into My Life? So the original was from the early 80s. And you can get it now already because it was released last Friday. That you know. By Flashback Records. Yes. Maar ja. Ja. Ja, wat ik dus even afvroeg, net zei ik het ook buiten de uitzending van. Je heet Komen van je achternaam. Maar ik denk dat ze het typisch anders uitspreken. Maybe it's Koeman. Koeman. Nee, ja. Dat is toch OE? Ja, ja, weet ik veel. Lekker, lekker boeiend. Maar inderdaad, het ziet er nogal Nederlands uit. Maar ja. Misschien ja. Is het ooit. In de 16e eeuw ja. Zijn de Komens naar, ja. Weet ik veel ja. Ik denk dat jij zijn de Komens gegaan. Ja. Ja. Jij komt van D'Artagnan vandaan. D'Artagnan. Ja, en jij komt van de Bruinen. Raar, want D'Artagnan die zat in de condom. En ik denk als dan de condom wordt toegepast, dan kon Gwen er niet. Maar raar, hè? Ja. Niemand die begrijpt. Nee, dit ontgaat nee. Mij een beetje. Ja, dit ontgaat ja, nee. Mij ook. Die moeten we even wat tempo in de show gooien. Wat ja, heb jij voor, wat heb ik ga het aan jullie overlaten. Ik kan natuurlijk een leuke productie voor jou aanzetten. Ik kan een verzoekje doen. Webo, Shaking Lovers. En dan gaan we weer vertellen. Doe dat, lekker, Webo. Ja, dan doen we daarna die andere. En dan heb ik nog iets wat ik in de stream oppikte. En Savino zat erbij en ik dacht, er zat iets mis. We gaan dadelijk Ambra draaien in de Savino DJ Remix. Ah, lekker. Oh, nou. Nou, dan gaan we neer, in ieder geval naar die Dr. J. J. Kok. En he is living in Germany. En he requested this one. Webo, Shaking Lovers. Altijd lekker, toch? Heerlijk. Ja. Ja en dat voor een Duitser. Ik heb hem nou. Maar die maakt niet onverdienstelijk houseplaatjes, deze meneer J. Ja. Oh. Dus daar heeft hij ons ook een vinyltje van opgestuurd. Nou, want het is 7-8 natuurlijk ook de Purple Disco Machine. En die man is volgens mij ook Duits. Ja? Die al die mixen doet. Ja, maar die doet hij wel leuk, hè? Ja, die gaat de hele wereld over, man. Zo. Ja, ja. Die gaat de hele wereld over. Gaaf dan. Nou, straks nog veel meer verzoekjes. Ook nog nieuwe muziek van Peter Wilson. En natuurlijk nog de vinylen van Eventy Record. Ja, dus, volgens mij is dit Stefano Brignoli. En dan zeg ik nog maar een keer, 19 oktober, pip. Ja. Komt hij ook? Dan komt hij ook, ja. Ja. Met John Fowley. Het wordt steeds leuker om te gaan. Ja. Wat een feesten, man. Zeg, niet te geloven. Gekke werk, hè? Ja.
Shaking Lovers, oftewel Stefano Brignoli. Inderdaad, binnenkort in bijna dit theater. Stukje verderop in Den Haag, 19 oktober. Onwijs gaaf feest. Ga gewoon eventjes naar Club Italo op Facebook. Meld je even aan bij Serge en bij Harold. Ja, ik ga het ook wel allemaal nog posten, joh. Weet je wel, ook op de website en ook nog op onze Facebook-site. Lekker blootje erbij, heerlijk. Zodat je het allemaal niet vergeet, want er komt ook een wollenfikje weer aan natuurlijk. Oh. Ja, ja oké, maar dat is altijd gratis. Hey, maar wanneer komt die Ferens eigenlijk langs? Die Ferens komt er ook nog over een paar weken. 28 juli. Juli, ja, vergeet het even niet. Dan krijgen we Ferens van Intergalactic FM. Ja. Ja, hartstikke gaaf vind ik dat. Webo, dat klinkt wel een beetje trouwens als een goedkope snackbar. Ja, ja. Een klepje open. Dan gaan we even naar de Webo. Ik wil nog even één iemand bedanken en diegene is Stefan, if you're listening. Thank you so much, mate, for everything. And you know why. Hij is gewoon Nederlands volgens mij. Ja, is het een Nederlander? Ja, volgens mij wel. Ik heb hem aan de telefoon gehad op een keertje. Dus. Oh, nou, Stefan, als je luistert. Oh, zo, ja. Thanks. A million. A million. Dat was het. Fijn. Nog maar voor verzoek. Ja. Wat hebben we hier? Company B. Company B. Er staat bovenaan. Het was een dubbel verzoekje. Ik heb Company B gekozen. En zo was de remix ook. Ja, want het was de enige die ik tegenkwam. Oh, ja. En ik heb hem zelfs nog in de vorm met Lil Lewis, met French Kiss, dat dan door elkaar. Ook leuk. Nee, ik lees het al. Elroy natuurlijk, en die maakt niet onverdienstelijk leuke mixen. Voor onder andere de WOS en ook voor Radio Stop natuurlijk. En ik had nog een berichtje van ABCC. En ik ben weer zijn naam vergeten wat in het echt is. Oh ja. Roland. Hij zegt, vergeet de dames niet hè, over de Tour. De Tour is leuk, maar de Giro Rossa en La Tour al binnen door Annemiek van Vleut en Marianne Vos. Ja, we hebben allemaal topwielrensters ook. Kijk. Ja, zeker weten. Het ziet er ook leuk uit, weet je. Die dames op zijn fietsje, zijn paardenstaartje. En, ja, lekker die billetjes zo. De dames in het land neemt ook een staan. Volgens mij zong ooit al zijn bekende Nederlandse zanger zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ik weet niet meer wie dat zong, maar dat is een liedje wel van vroeger. Ik ken dat, ja.
stampte met mijn voet. Dat zag niemand, maar dat ja. kan. Ja, de mensen. En gelijk was die, de plaat afgelopen toen jij stampte. Ja, dat, ja. Is, dat slaat hij over. Dat is geweldig. Ja. Zo, dat is ook weer veilig. Dat klinkt als Space Sin. Ja, het is 9:30 en dan is het tijd... Kapstokjes, hè? Hebben we van jou geleerd. Oh. Jij zei tegen mij jaren geleden, zorg dat je een paar kapstokjes hebt in de show. Heb ik dat woord ook gebruikt? Dat was buiten bij West. Ja, okay. Kapstokje. Ik heb gelijk hier een kapstok in de studio gehangen. Ja. Als je niemand... Ja. Ja, toch netjes als iemand ontvangt die jas op kan hangen. Ja. Ja. Maar gisteren was het zaterdag en toen was Anton Eriksson jarig. Anton Eriksson? Okay. Ja, dat is de man achter Spacehawk. Die is op Facebook ook heel erg bekend vanwege de wanden vol met synthesizers. Waar zelfs Savino een beetje likkebaardend langs loopt. Zal ik er een paar uithalen? Nou, ik ben laatst bij Savino weer binnen geweest. Hij heeft er weer een paar dingen bij. Je zou denken dat hij er geen reden toe heeft. Ben je bij Savino binnen geweest? Nou. Als hij maar niet bij jou binnenkomt. Nee, dat gaat maar niet hij heeft pas een hele nieuwe douche laten bouwen. Dus Dat is nog niet af. Kijk eens, maar goed. Hij zit over de... Hey. Ciao bello. Ciao bello. Zie je, het kan ook rustig. Leuk, Paolo, dat je er bent. Paolo, ciao belli is hier. Ja. Maar goed, ga verder. Dag, schat. Nee, die was gisteren jarig. En omdat hij gisteren jarig was... en ik dacht, nou, ik pak het morgen op de radio al even op. Dus ik kan nu gewoon... hij weet dat hij luistert, want hij is door Chris... waar ik eerst natuurlijk vergevenis aan heb gevraagd. Want Chris moest ook weer een keer voor het voetlicht. Kom ik volgende week op terug. Hij heeft ook weer wat leuks voor ons gemaakt. En samen zitten zij weer in projecten... die waren afgewezen. Ze waren wat Syntec-dingetjes aan het doen. En daar waren wat ideeën uitgekomen. Dus gaan ze samen verder aan bouwen. Die komen onder hun eigen namen straks weer uit. Daar moeten we nog even op wachten. En natuurlijk de onlangs aangekondigde volgende cd van Anton Eriksson, Spacehawk, is onderweg. Kan ik ook niet op wachten. Maar deze die we nu gaan draaien is van de laatste cd die hij heeft uitgebracht. Stars, de Tesla Troopers gaan we draaien. This is a Radio Star Den Haag. The RSDH.
CD. The Last Guardian natuurlijk. En de formatie Spacehawk was dit Anton Eriksson's Tesla Troopers. Zo. Nog congratulations on your birthday yesterday. Ja. And for this we chose you to represent our space in for tonight. Thank you, Anton. Ja, hij zit ook in de chat. Anton is in de chat. So if you want to talk to him and say happy birthday. Happy birthday. Anton. Yeah. Ja, then you're a bit late, but... Nou ja. It's still lekker droog in die het wordt, hè. Happy birthday. Ja, dat wou ik even zeggen. Ik ben luchtig gekleed, Gwen. Ja, weet je hoe warm het hier is, Rick? Ja, het is met al die apparatuur, hè. Want als jullie denken en je zit te kijken, waar is iedereen ineens gebleven? Nou, die hangen allemaal in de tuin. Want ja, is, we kunnen het even laten zien. Nou ja. Ja, hangen jongen. Allemaal nakend in de tuin. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man zit er in de tuin. Ja. Ja. Is echt hard werken. Staan ze daar nou aanvallen af te slaan? Oh, nee, ik weet het niet. Van hagelstenen. Er ligt hier een cordon ineens op de pand. Ja. Volgende week gaan we een gracht maken. Ja, met zo'n valbrug eroverheen. Leuk. Ja, en allemaal van die soldaten erin. Met van die takken op hun hoofd. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, met cyber dingetjes in hun hand. Hey, kun jij daar niet een leuke Space Sint van maken? Ik ben niet zo van de Space Sint. Daar ben ik niet zo handig in. Fortress from the Bridge of zoiets. Maar ik ken iemand die er wel handig in is. In Space Sint. Ja, we geven zo maar ideetjes weg hier. Ja, die kunnen we ook wel. Hey, zullen we naar Peter Wilson gaan? Nou, of wil je nog even een plaatje? Nee, nou, plaatje. Doe maar die. En dan gaan we daarna naar Peter Wilson. Zo, first another track. Wat is dit eigenlijk? Dit is Simona Sierra. Ja. Laat maar even doen, Simona. Muchacho. The reissue is dit, hè? The reissue. Records from 1986, produced by Marcello Catalano. Nou, ziet er goed uit, zeg. Ik vind het zo vrolijk nummertje. Die word ik zo blij van. Ga je echt Polonaise van? Ja. Nou, hier ga je van op een paard zitten, hè? Nou, wie wil dit nu niet hebben? Dus haast je repje naar de site van eventyrecords.com en buy this one right now. I want to make you surprise.
cha-cha. En doe de cha-cha-cha. Ja, is heel muchacho is dat. Ja, lekker man. Muchos. Muchos chachos. Heerlijk. Nou, ik ben blij dat hij weer opnieuw is uitgebracht. En ik denk velen met mij. Ja, ik ook. Want klinkt hij weer lekker fris. Ja, anders had hij er toch niet voor gekozen. Precies. Ja, dus mensen, koop ze allemaal. Je weet het, prachtig vinyl natuurlijk. Mooie kleuren. En, deze is een beetje kleurloos. Dus namelijk transparant. Ja, dat is het. Ja, het verzamelen heb je wel leuker gemaakt. Met al die kleurtjes en transparantjes. Het is sowieso hot, hè. Ze doen het tegenwoordig allemaal. Er gaat geen normale vinyl meer. Er gaat er geen over mijn eerste gemarmende Zumba 1 natuurlijk, hè. Oh, ja, nee, klopt. Dat was toen nog heel speciaal. Stond jij met die andere lange in de Asta. In die kantine. Italo-avondje. Daar heb ik ze uit zijn handen gehad. Met Edwin V. Ja. Ja. Heb je gisteren nog even gezien? Hè? Ja, die heb ik gisteren nog even gezien. Ik heb hem weer gemist, maar jullie hebben hem weer gezien. Ik heb hem even gezien, ja. Vind ik wel leuk. En hij had zijn dochter bij zich. Oh, leuk. Noah is dat, hè? Ja, man. Ja. Gewoon zo'n kind. Er zijn mensen die vernoemen er een partner, maar dat maakt niet uit. Was dat meisje wat met die hond zat? Ja, dat heeft ze natuurlijk gewoon ook wel thuis meegekregen. Leuk, Grietje. Ja. Oké, ladies and gentlemen. We all know Peter Wilson, you know, master of new gen. And who did so much in his life, music-wise. And his new album is coming up, and that is called Change of Heart. And it will be released September the 6th, so that you know. And he's promoting it, of course, and he's so proud of his upcoming new album. And of course, we had him here in the studio, and what a nice guy he is. Peter Wilson, all the way in Australia. We will play two tracks from his upcoming album, right after each other. First, we start with a bit slower one, that is Change of Heart, and that's produced by Italo Connection. And then we will listen to Light in the Dark, and that is produced by Retro Tech. Okay? Now, have fun with it! It's the zomer.
This is Eddie Huntington. I am Ken Laszlo. This is Silver Pozzoli. Hi, this is John Solly from Rofo. Hi, this is Leanne Ross. You're listening to Radio Stad Den Haag. Then you're listening to Radio Stad Den Haag. Radio Stad Den Haag. You're listening to Radio Stad Den Haag. Keeping the music alive. Radio Stad. Upcoming tracks from a new album of Peter Wilson, Change of Heart, coming to you in September the 6th. And you were listening, the last track was Light in the Dark, sorry, produced by Retro Track. And the first one we played of Peter Wilson was called Change of Heart, and that was produced by Italo Connection. Very nice. And then well done, we still know that Marco Di Luna is also in the loop with Peter Wilson. Yeah. So more of that to come for an upcoming album, I think. Yep. All right. Well, last evening we had a party. Yeah. And we were listening to our own stream, drifting away, enjoying the good music. And then something sounded through the night. And we looked at each other and said, what the hell is this? And I had to think hard. And it was Ambra. And I looked up Savino, and I thought, there's something, and I couldn't find it. Until today, I did find it. Of course, Savino has played around with the track by Ambra, and we're going to listen to Sulfur, Salt, and Mercury in the Savino remix, and it's just fucking great. Dit is een beetje scorch, dit, hè? Ja. Geleend. Ja, een beetje scorch geleend. Nu zitten we weer dicht bij Delirium Mind. Ja, inderdaad. En die beat die luistert door, dat is de Savino Touch. Oh ja, lekker toch? Ik zou zeggen, luister maar even. Vind ik ook. Sulfur, Salt & Mercury bij Ambra. Fear and decadence were all
Ook van Savino, maar dit had ik nog niet gehoord. Nou, klinkt weer best, hè? Ja, zeker. Ja. Maar je hoort inderdaad iets van Scorch erin terug. Niet in de muziek, maar meer in de beat. Ja, dat klopt. Ja, precies. Ja. Dus geinig. Ja, hè? Weer leuk. Die gozer zit ook niet stil. Nee, joh. Nee. Dit is al ouder. Dit is echt al een jaar of 10 oud. Okay. Ja. En ik denk dat hij nou thuis ook wel weer zit te genieten op zijn bank. Dat hij denkt, ik zie hem echt achteroverleunen zo met... Nou, laten we zeggen, een kop koffie. Joh. Ja, dat heb ik nog gemaakt. Nou, of hij zegt, drama! Nee, niet over zijn eigen. Nee, hij heeft een hele nieuwe douche. Dat is door Tsjechen is dat gemaakt. En ik denk dat hij nu heerlijk met haar in de douche zit. Oh, maar dan zit er wel met disco. Zegt hij, hey, wat hij is nog niet helemaal af, hoor. Hij is nog niet helemaal klaar. Nee, die Tsjechen zijn weg, hoorde ik dus. Oh, ja, ze kunnen hem gaan inwijden. Tsjechen, maar vrouw, meneer Savino. Nee, maar ik heb bij hem een nieuw Junootje gezien. En zo'n kleintje, een knalrooie. Okay. En dat is een analoge, maar met het geluid gewoon nog van vroeger. Dus het is een nagemaakte. Maar hij zegt, je kan het niet het verschil horen met de oude. Nou, heel gaaf, lief, klein, rood dingetje. Yes. Dus wij wachten weer natuurlijk op allemaal van die vingerspit zooi van die staartmans. Leuk. Nou, deze Guus gaat de pleiterik maken. Ja, zoals ik al zei, als ik even een avondje aan de raak ga... Mogen jouw klanken jou begeleiden naar de deur. Zeker. Want, dus dit is nog een plaatje die wij op Eventi hebben uitgebracht of gereleased. Michael Ray is ook weer Adriano Caglioni. Hier, lekker hoor. Krijg je wel kramp van je kaken van het. Ja, wat uit te Caglioni. Maar lekker relaxed zomeravondplaatje. Heerlijk. Just a dream. Ja, je wel, timing kan ook niet fout gaan. Hij gaat nog wel zingen hoor. Echt waar? Ja. Ik heb het heel kort dan. Nou, als je die kant met de stempel hebt opgezet, dan gaat hij zingen. Ja, er staat op allebei de kanten staat de kant aan. Oh. Ja, dus het is metalen. Je moet even de andere kant opzetten. Ach, ja, dat is echt Italiaans, hè? Je moet de stempelkant hebben. Ja, er staat zelfs een stempel op. Ja, dat is een stempel. Illegale stempel. Ja, want dat is meegedrukt. Leuk. De stempel is eigenlijk een belastingdingetje, maar dat heb je natuurlijk niet betaald. Nee. Belasting betalen. Maar ze zelf maar betalen. Dag. Nou, ik ga jullie verlaten, maar jullie gaan de luisteraars nog niet verlaten. Ja, nee, er komen nog heel veel verzoekjes aan. Dus, Wij bedanken jou wel voor je aanwezigheid. Ja. En natuurlijk weer... voor de donatie. De donatie in de platenkast. Weer een plaatje in de kast. Zeker. Mogen wij ze maar weer vaak draaien, opdat jij ze weer kan verkopen. Nou. En jullie kunnen ze natuurlijk allemaal bekomen via eventyrecords.com.
wat verzoekjes voorbij komen. Maar we hebben er nog zoveel te gaan, Rick. Maar, ja, ben er mee bezig. Komt goed. Oké, dus dit was weer een mooi event, die plaatje. Michael Ray. Michael Ray, you can get them all now. En die is waarschijnlijk geen gay. Nee. Als je daar wel behoefte aan hebt, dan kan je natuurlijk... naar Brett, hè, in Sloterdijk, 10 augustus. Ik ben gisteren, maar dat zijn ook niet gays, hè. Het is alles door elkaar. Ik ben gisteren gezoend door een gay. Oh, ja, maar gewoon een kusje op je wang. Gewoon, ja, kwam met de getuiten lipjes vooruit. Kwam Snorella op de zwarte cross naar mij toe. En ze zei, kom hier met die lipjes. En? Nou, ja. En toen is er eentje dood in zijn tent gevonden. Die kon het allemaal niet meer aan. Zo met die beentjes omhoog gaan. Nee, jij had het over verzoekjes. Dus het was wel een natuurlijke beetje onder aan de lijst. Condor is dit. Die vroeg om een plaat van, ik dacht, Flashback Records. Ja, nee, dat zie ik staan. En Mine heet die. Iets over Flashback Records had hij nog. Een klassieke plaat van lang geleden. Ja, dat staat er inderdaad. Een nummer, het lijkt uit de jaren 80, maar nee, het is uit 2010. Inderdaad, uitgebracht op Flashback. En het is geen Valerie Door, maar de stem kent wel heel veel gelijkenissen. Een echte Italo-sound van de 80's.
Only Mine, Solo Mio staat erachter van Marilyn. Een Flashback recordplaatje met de sound of the 80s. Maar de het vinyl van de Tens. Ja, en aangevraagd door Condor. Dankjewel, man. En we hebben nog heel veel te gaan. Ninny, and we know Ninny. We have met Ninny in Denmark, of course. Hi, team and everyone in the chat. Wish you all wonderful summer. And this evening, I would please like to request Victor Ark. Well, we were going to play the clip for you, Nini, my toch. Dear. Oh, my dear. Yeah, featuring Amber Shepherd. I'll Be Gone in a Flash, the Neon Game remix. Thank you for the great radio show. Zegt er ook nog even bij Nini Fantastic from suggestion. Sweden. Ja, nice. Dankjewel, jongens. Wij zijn terug in de flash. De flash. Hoppa. This Victor Ark featuring Amber Shepherd. I'll Be Gone in a Flash. And you were watching the video if you're watching the show, of course. But why shouldn't you? Het was een beetje een video gemaakt van, moet ik zeggen.
Het is niet echt met mensen gemaakt, laat ik het zo zeggen. Het is lekker space. Ja, een beetje gebouwtjes en dingetjes. Computerachtig neergezet. Ja, animatie is het een beetje eigenlijk. Of niet? VR. Ja. Ik was even onze gast aan het begroeten, dus ik heb daar niks van gezien. Want er zijn er weer een paar weg. Mag ik even vragen, ben je al bij die Lion King film geweest of niet? Huh? Nou, er is een nieuwe Lion King film. Hou je er niet van? Ja, ik hou er heel erg van. Maar Dumbo moet ik ook nog zien, de nieuwe. Dumbo, het vliegende olifantje. Nou, die staat iedere week voor je neus. Dus die hadden wij in Fernsehen gezien in Germanica, hoor. Ja, Dumbo? Ja? Oh ja, natuurlijk. Nou, je wou weer niet komen. Ik werk tot 6:30 op vrijdag. Ja, mensen die stappen dan in de auto. Als je er dan om 11:30 bent. Kom gerust een keer langs, kijk ik er gewoon nog een keer. Of ze gaan naar een Funky Town, kan ook. Schut. Moest nog een schuifje open, had jij ook niet aan dan? Jawel. Dus maar. Ja, nee, ik kan me vanavond er niet op de trappen. Ik kan me niet op de trappen. Nee, op de klap. Maar het ging niet. Wat zeg je? Op de klap bouw ik gelijk door, want de tempo klopt wel ongeveer. Ja, ja. Door met de verzoekjes. Wolfsheim is dit, de Sparrows en de Nightingales. Ook weer zo'n plaat die jij in Duitsland niet op de radio hebt gehoord.
Ik kwam die hut in, ik druk die radio aan. Dit ja? spelen op de... Lachen, hè? NDR ja, draaien. Ja, ik weet het. Meer ja, nou? Ja. 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 Er zit een hele leuke Duitse zender daar in dat werraptaal in de buurt. Ja. Geniet. Geniet. Van je wijntje, hè? Let's find another compromise. And a few just standing still. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. And God is on your side, dividing sparrows from the nightingales, watching all the time, dividing. On lines, no human being in sight. Calm the winds and calm the seas. Try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving home. Dividing presence from the history, watching all the time, dividing deaf men from the listening ones. Can find you. Remember when we both were young and reckless and so curious. Now you're hiding from your child and no day's dawning. Remember that you felt alive sometimes. And God is on your side, dividing. Watching all the time, dividing fiction from reality. Move in circles, walk on lines, no human being in sight. Calm the winds and calm the seas. Try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving home. And God is on your side. Dividing presence from history, watching all the time, dividing deaf men from the listening ones.
toch leuk dat ze op de Duitse radio dat ze deze plaatjes ook draaien. Maar draaien ze dan ook wel die andere Italo-disco? Of is het alleen deze Wolfsheim? Nou, toevallig was het, dat viel me dan later weer op. Het was er een dag dat ze alleen de Duitse muziek draaiden. Oh. Dus ik kreeg dat daarna ook wel, had ik wel mijn pens best wel gauw weer vol. Maar dit was gewoon, klik de radio aan. En later die dagen heb ik nog andere nummers van Wolfsheim ook voorbij horen komen. Ja, gaaf is dat, hè? Ja, ik vind dat ook lach, hoor. En this was a request. Eens even kijken. Mike, of course, Mike. You know, with the t-shirt. Nukken in de keuken. He greets us all, so Gwen en Michiel en Menno especially, but also all the listeners all over the world. And thank you so much for your nice words, Mike. Want hij heeft nog wat meer erbij geschreven, maar daar zeg ik lekker even niks over. Oh. En het verzoekje daarvoor, dat was Funky Town. We played Funky Town voor Sinisha. Oh. En nu zijn we toe aan Anne, die eindelijk denkt van... Ik heb al die tijd moeten wachten op mijn verzoekje. Anne. Ja, een echt top 100 plaatje. Die mag niet ontbreken in de top 100 natuurlijk, hè. Dit jaar. De Lovers. En dan zijn ze er ook bij. Ja, zijn ze er ook bij, ja. Oh, zekerlijk, dat wordt gezellig. Vorig jaar waren jullie er niet. Waren, nee. Nee, als ze ons nog niet gevonden. Nee. Nee, oh, nee, nee, nee. Nee, leuk joh. Dat wordt leuk, hartstikke leuk. Oh. Ja. Ja. Zometeen ook nog een plaat voor Victor. Ah. En de man hebben wij natuurlijk ook hier. De man, heb jij nog losgefutseld? Je hebt het losgefutseld bij hem zo van. Hi, I'm Joe Yellow and you're listening to Radio Stad Den Haag. Oh, dat kost een hoop energie, of ja, echt nou. Die energie heb hij niet. Nee, zoals het klonk, kost het hem meer moeite dan jou. Nou, echt hè? Zo! Jee. Nou, Marcello zei al, hij is heel moeilijk benaderbaar. Oh, maar goed, het is gelukt. En Marcello kan het weten. Ja. Yeah. Listen up to this great classic. Joe Yellow, love it. Dance with me, I'm your big lover. We dance and dream all through the dark night. With the music, we fly through the sky. I'm seeing the world in you, baby. Love me, but don't keep me waiting. As I'm a man with no time to spare, as I can be here only the night. Now I'm seeing the world in you, love to love. Love to love. All the love dancing, love to love. Love to love. All the love searching, all the love cruising. I'm for loving, I'm for lekkere beat in deze plaats zitten. Vooral die beat die je net zo lekker hoort van deze Lover to Lover. Dames en heren, als je nog lekker luistert hier op deze zondagavond naar jouw Stad Sunday Night Live Show, blijf nog lekker luisteren, want het is nog ruim een half uur te gaan.
tocht het. Ja, want we blijven niet meer zo lang hangen. Nee, toch niet? Nee, om 7 uur gaat het wekkertje. Ik vind het fijn. Nou, je kan het wel tegen. Hè? Jij gaat dan om 1 uur naar bed. 6 uur slapen. Vind je het goed gaan? Of niet? Nee, ik heb er minimaal 10 nodig, hoor. Ik ben net een baby. Ja. Ben net een baby? Oh, ik kan zo goed slapen. Heerlijk. 10. Ja. Als ik de wekker niet zet, dan word ik eigenlijk automatisch na 10 uur wakker. Oh. Ja. Het kan na 8 uur, maar dan denk ik, stel het hoeft niet. Heb jij niet, ook zo'n indicator zo van fully charged? Ja. Ja. En dan hop, dan kunnen we weer. Ja. Ik ken dat zo. Lekker. Dus alles wat korter is, dat is eigenlijk dramatisch. Maar ja, het mot maar. Nice to see that Kenny Davidson joined the chat, but also Will Reed. And we played the new releases on Eventy Records. Yes. So I'm sure soon it will come your way. And but I know that Will Reed always pays for it. Ja, volgens mij. Ja. Ja, nee, already had him. Nou ja, you can expect that. Ja, I hope he gets them on MP3 to promote. You want the Brexit? Just wait. Nee, but it's normal that that a guy like Will Reed also receives tracks from Eventy to promote, you know. And that he did. Not necessarily on vinyl, but. Look at Will's chart. Yeah. Look at Will's chart. Yeah. Dus, let's continue. Still some requests to go, folks. Ik weet niet waar we nu heen gaan, Menno. Waar gaan we heen? Gaan we wat doen? Omdat we het er gisteren over hadden. Oh ja, het is allemaal fake. Gisteren ging het ineens over Alexander O'Neill. En toen dacht ik, dat kan ik ook wel eens lekker pakken. Bye.
Alexander O'Neill, dat heette Criticize. We hebben toen nog ook nog een keer live op het podium mogen bewonderen. Samen met onze Rick Romeijn, waar we het vanavond even over hadden. Ja. Omdat hij natuurlijk ook fiets. Ja, die fiets met die zijwieltjes. Die fiets met die zijwieltjes, ja, dat jij het over. Waar die niet voor wil betalen. Vuile gier. Vliegende gieren, hadden ze dat moeten noemen. Nee, maar het is wel heel logisch. Mensen die juist gierig zijn. Dat heb ik ook een keer meegemaakt met iemand. Ik zal de naam even niet noemen. Die worden juist het rijkst. Die worden echt het rijkst. Ja, kijk naar jezelf. Ja, laten we hier even ons portemonnee bekijken. Welke is er het dikst? Welke is het dikst? Salut. Zegt u? Ja, alleen je portemonnee hadden we het zelfs over. Oh, maar... nou ga je even over de portemonnee praten. Terwijl dus, we ook even sommige mensen gaan op de hond lijken. Jij op je portemonnee. Nou, jij op de hond dus. Nou, dan lijk ik liever op mijn portemonnee dan op de hond. Je portemonnee wordt steeds dikker. Zeg, zullen we je helpen, Giel? Nee hoor. Trek er nog wat uit. Ik denk nog even een klein beetje in mijn toekomst. Zodat als ik straks 67 mag zijn... en dan mijn pensioen is helemaal geen ene fuck meer waard... dan zie ik er helemaal in komen. Dan heb ik tenminste nog wat achter de hand... waar ik nog van kan leven en leuke dingen kan doen. Hey, er wordt tegen je gepraat, Paolo, door Fabrice. Paolo, you have record, vinyl record for tomorrow. Oh, je final record for tomorrow. Hij bedoelt natuurlijk de nieuwe release. Ja, hij bedoelt de nieuwe release. Yes. Paolo nog niet gezien. Ja, you can enjoy, well, if you want, enjoy Paolo. Good. If you enjoy him. Good. Tomorrow evening. Wacht even. Die heb ik ergens hier. Die wil ik dan toch nog wel eventjes toch nog wel even een keertje laten. Die heb ik even hier. Kijk maar. Dat is van Fred, hè? Fred ja, en, dat is Fred en, ja, Fred en... Wie was het ook? Fred en Brian Ice, toch? Ja, Fred en Ice. Hi, I'm Fred Ventura. Hi, I'm Brian Ice. And we love Gwen from Radio Stad de Nag. Enjoy her. Good. Yeah, good. Ja, wow. Domani, eventi d'azzurro, where you will hear things like www.com en dance made in Italy. En dat te verket. Ciao, Belly! Ach, jeetje. Ja, dat wordt weer je jongens, wat even tijd voor iets anders. Just to get you in the mood. Oh ja, even deepthroaten dan maar. Dit is geen deepthroat. Ik heb wel deepthroat, maar... Dit is meer het gebeuren wat ik dan ook een beetje heb meegemaakt. Ik heb een beetje een leuk gay weekend heb ik achter de rug. Echt ja, daar leuk ben ik blij voor. Ben je nou eindelijk uit de kast? Nee. Ik ben er al even in geweest. In die kast. Heb ik een jurkje aangetrokken als een zoekerie hooper. Heb ik daar opgetreden. En leeft dat jurkje nog? Ja, die leeft heel goed. Want gaten vallen erin. En nou, dat hoort ook zo. Dat die gaten zitten. Nee, er zitten geen gaten in, man. Helemaal geen gaten in dat ding. Echt niet. Die heeft in de laatste 10 jaar nog een druppje water gezien, dat Sugarly Hooper jurkje. Nee, dat wordt een bier overheen. Ja, maar nee, dat is een keer in de wasmachine geweest. Nee, maar over jouw gay weekend. Ja. Ik heb dus net van Rons Thuisvee Inside Info gehoord. Ja, daar wou ik even naartoe. Disco Totaal. Ja, nou. Dat hij heeft Maxime Duval het corset aangeregen. Oh. Ja. In de dark kleding. Ja, maar ik begrijp Ron wel dat hij kan dat. Want hij weet ook in een latexpakje te komen. Dus dan kan hij natuurlijk ook zijn ik zie hem gewoon al die knie zo tegen Maxime Duval. Dus zijn rug neerzet zo. En dan aantrekken. In training in mijn... Zoiets, ja. In ieder geval, wil je dat ding allemaal bewonderen? Inmiddels is dat ding weg, hè? Dan is het niet meer. Dat is het niet meer. Dat kan niet meer. Nee, maar wil je dat ook meemaken? Dan moet je 10 augustus naar Sloterdijk, Brett. En wij zullen er ook bij zijn. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Het begint om 1 uur 's middags tot 5 uur 's nachts. En dan kun je onder andere Italo Connection ook zien. En Sergi Elias. In Amsterdam. So, that's August 10, folks. Ja. Disco Totaal. Ja, en dan als je de avondkaartjes neemt, trek zo min mogelijk aan. Want voor je het weet... Moet het uit. Het moet uit. Het moet uit. Dames en heren, zoals Gert-Jan Dreugen zei, het moet uit. Ja, precies. Dan loop je allemaal met een chip zeker om bier en drank. Ja, Waar stop je die gyropas dan? Nee, precies. En dan loop je in je blootje, maar wel met zo'n tas om je nek. Weet je wel? Ja, daar moet natuurlijk je lippenstiftje in. Dat komt toch niet meer terug, hè? Op vakantie zag je er toch altijd ineens met zo'n buideltasje. Vaders met een buideltasje. Ja, die kan je bij de ANWB weer kopen. In de ANWB-winkel. Echt waar, joh? Ja, van die buideltasje. Zijn die weer te koop? En als je een hippe vader bent, dan heb je gewoon zo'n Marokken buidel. Ach, jeetje. Die hangt zo over je schouder en dan heb je hier zo'n vierkant dingetje. Oh ja, zo'n Louis Vuitton. Nou, daar weet ik niks van. Die gemaakt van origineel Chihuahua leder. Oh. Ja, maar die Marokkanen hebben dat toch allemaal? Ja, dat zeg ik, een Marokkentasje. Ja, Marokkentasje. Maar dat was niet hier.
Van nou. Palmbier. Maar hier gewoon met... noem je ze die... Samsonite. Ja, vrees. Ik heb er even Samsonite. Ja. Dit is speciaal voor mannen met een snor. Ja, ja, echt waar. Ja, dan moet je ze wel laten staan. No, senor. No snor. No snor. Nee, precies. Ja, Don Quixote. La Mancha. Ding met zijn god. Ja, die was aan het vechten tegen die windmolens. De windmolens, ja. Don die vochten daar in Spanje. Sancho Pancho. Don is een god. Ik neem nog even een drankje. Tot ja, zo. Ja, tuurlijk. Zal ik je geen drankje nemen? Dat heet Rendezvous sur la Costa del Sol. Maar dit was dan volgens mij de eerste grote knijter voor deze magazine Zwazant. En dat heette de Don Quixote speciaal voor Victor Raben. Daar hebben we deze plaat. Want Victor die wou de remix van deze plaat horen. Nou, die hebben we de remix hebben we ook voor deze Victor gedraaid. Want ja, als je een taart levert, dan krijg je wat natuurlijk. Hè? Dat is logisch, toch? Nou, van Bakkerij Klink, hè? Klink. Voorberg. Maar waar zit hij in Voorburg dan eigenlijk? Dat weet ik niet. Is het Klink in Voorburg? Waar zit hij? Klinkenstraat.
Klinken, echt waar. Je ziet niet klinken. Nou, het klinkt als Klinkenstraat. Het klinkt als Klinkenstraat, maar het is het niet. Maar het is bakkerij Klink in Voorburg in de Klinkenstraat. En die kent iedereen. Herenstraat. Ja, nou, dat weet ik niet. Herenstraat. Herenstraat. Oh, Herenstraat. Ja. Zeg dat dan. Oh, die kennen we toch in de Herenstraat. Ja. Dat is het leukste straatje van Voorburg. Ja, ik heb er nog een knikkerd. Echt waar. Oh ja? Ja. Even kijken. Toen had je eigenlijk nog tegeltjes met een holletje. Ja. Dat zie je ook niet meer. Hè? Nee, dat zie je niet. Dat zie je ook niet meer. Nee, maar je ging ook bij de regenpijp. Daar was vaak zo'n uitsparing. Ook bij de regenpijp deed ook, ja. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Ja, ik weet het. Weet je wel, weet je niet. Is mevrouw Charité al lid geworden? Chantalletje Charité, ja. Chantalletje Charité is al lid geworden van onze club. Ja, mooi. De Charité-gordel. Ook welkom heet mevrouw Charité dat u wel lid geworden bent van de club. De club van Radio Stad Den Haag. Ander die trekt gelijk Charité-gordels aan. Nou, moet je nou even niet over beginnen. Niet meer, hè? Niet meer. Het is verboden toegang. Verboden toegang. Nee. Wat zijn Charité-gordels dan? Oh. Jullie verstaan nog allemaal wat je zelf wil horen, hè? Zit ik een spitsvondige woordgrap te maken? Nou, ik vind hem wel spitsvondig, ja. Ja, zeker. Helemaal en Matteo, die waardeert dat altijd zo. Die Duitse Matteo, die verstaat het gewoon alles. Zo gaat het. Ja, er kwamen wat groene stukken. Nou, godverdamme. Motion Drive. Nou, ik voelde het hier, ja. Jezus, dan let ik ook met de waterval even, hè? Oké, okay, still in the chat. Kenny will read. Rusty from the States. But also, hey, Maurizio Giovanni. Leuk dat je er bent. Zien we morgen weer. Ja. John Jones zit erin. Giuliano still there. George Malakoutis. José Galantis. Martin van Schijndel. Matteo, Willem, Ozzy. Leuk ook weer, Ozzy. Philip. Leuk man. So, great to see you still there with us. En dan weer even naar Duitsland, dames en heren. Daar gaat hij. Ja!
eens een keertje op allemaal. Heb je korte propaganda's hier of zo? Nou, inderdaad. Er was één lange, maar die had zo'n verschrikkelijk intro... dat ik dacht van, nou, die sla ik over. Even kijken, want dit was gevraagd. Ik kom gewoon naar de single terecht. Wat zegt u? Dit was aangevraagd. Ja, ergens onderaan. Door Marco. Welke Marco? Dat weet ik niet, Marco. Marco. Sommigen zetten hun achternaam er niet bij. Nee? Hè? Dat doet er ook niet toe. Hij heette Marco. Marco. Ja, en dan wordt er alweer gezegd... het krijgt weer een hoog Muppetshow gehalte. Zoals het eigenlijk van de... Maar Mark komt ook weer. Hè? Die komt aanstaande dinsdag weer, dames en heren. Even niet vergeten. Rhythm Kitchen weer live om 8 uur. Hoe heet het ook is, wij zijn er. In Rhythm Kitchen, ja. Ja, met André Den Hart toch ook so een leuk programma. You don't have to boil. So next Tuesday, live again, folks. Don't forget. Het schijnt dinsdag een beetje mee te vallen. Het schijnt donderdag het ergst te worden, zeggen ze. Maar ik denk dat tussen zeggen en doen zit nog een heel groot verschil. Want ik was op die Zwarte Cross en dan zou het gaan hagelen. Dus, ik heb hooguit 10 minuten en een kwartiertje een beetje regen gehad. Nou, in die tuin van... Ewald en Jacques. Nou, dat was een plaatselijke windhoos van windkracht. Een windhoos? Ah, toen wij daar zaten. Was Eve er niet? Gisteren. Was Eve er niet? Het stormde een beetje plaatselijk. Was Eve er niet dan? Eve? Eve-hoos. Eve-hoos. Hij kent weer mensen die wij weer niet kennen, maar die willen wij niet kennen. Je hebt ook heel veel met radio's dat dan aangemaakt. Wat ik gewoon wel heel fijn vond, we hoefden gewoon helemaal niks af te ruimen. Oh. Als je bord leeg was, dan waaide het meteen weg. Dat was prettig. Ja, ik denk dat ze nog bestek aan het rapen zijn. Die precies. En gelukkig stond er in de keuken weer nieuw. Dus als je weer een nieuwe hamburger zag, dan pakte hij weer een persbordje bij. Het was goed geregeld, jongens. Ja, en je glas mocht ook niet leeg raken. Dat was ook fijn. Ja. Want anders waren het glas waren van die... Het was een evenement, dus we hadden evenementenglazen. Nou, het zag er ook op het laatst niet zo smakelijk uit. Want we hielden onze borden op de plaats met volle asbakken. Dan wel flessen wijn. Dan wel flessen wijn, ja. Heel maar die flessen wijn mochten ook niet leeg zijn, want anders gingen die ook mee. Ja. Ja. Dus ja, er werd elke keer vol gehaald. Ik zat in iets van, dat heette meloen zat erin. Meloen smaak. Oh ja? Ja, was lekker, man. Oh? Ja. Hé, morgen kom ik even langs, Ewald. Nou, of die al op is, weet ik niet. Nee, maar er zijn vast nog restjes. Oh. Maar goed, er wordt lekker doorgekletst in de chat. Nice to see you're still chatting along, Rise and Dolls. En just a few minutes to go. And then afterwards, thanks to Rick, you can watch it on YouTube. En Mixcloud. En of course, thanks to Ewald. In the download section, you will find it all for your in-car entertainment, as Will Reed would say. The House of No Return, Doctrine D. Yeah, that was a request by Gert. No. Gert is... Hij heeft een lange moeten wachten en wij lullen er doorheen. Maar dat maakt mij niet uit. Want we zitten zelf weer terug. Wasknijper zit nog steeds vast bij die mensen, geloof ik. Goedemorgen. Always chaos on your radio. Gay on your radio. Chaos. Chaos, oh ja. Listen to this. We'll be right back.
this one was for Gert. Gert is living in Germany. Thank you so much for your suggestion this evening. And now we had them all the requests we fulfilled. Ja, them. We zijn er doorheen gekomen. Ja, allemaal oh. gehad. En hoe, hè? Hebben we netjes gedaan. And what we also played this evening. Two new tracks of Peter Wilson from the upcoming new album Change of Heart. And Folk and Poetry we also played. And of course all the new tracks. Five new vinyls by EventyRecords.com. Exactly. Get your copies now. And now, we're getting to the end of the show. And that would be Cleo and the Go-Go Dynamo. Oh. Go-Go Dynamo. Cleo. Yeah. Ew, cheerio. If Marcello were here, he could explain you all about what a lovely woman that would be. But ja. Heb je ook een keer gedaan? Heb je ook een keer gedaan, hoor. Misschien dat Paulie het ook weet, maar die reageert waarschijnlijk niet. Vertel eens wat leuks over Cleo. Wie, dat oude waard? Ja, die. Raakjes die je hoort in deze platen, de Bas. Ja, dan weet je dat je van vinyl draait. Ja, en dan daar weet gaat je het ook om. We Zeker. Play vinyl. And where else do you still find it? Ik wil nog even melden dat 28 juli... Is dat volgende week al? Ja, klopt. Ja, dan krijgen wij dus Ferens. En komt er nog iemand mee? Komt die Funk ook nog mee? Nee, die komt niet mee. Die wil wel, maar die is altijd... Hij zegt, als er één hard werkt, dan is David Funk wel. Oh ja. Maar Interference komt... Ja, moet ergens geld halen voor de... Hè? Naar de studio. En Ferens, die ken je wellicht van het internetradio gebeuren Intergalactic FM. En die zijn reet populair. En ik vind het super gaaf dat deze man bij ons komt. Want dan komen we allemaal nog dichterbij. Dus Ozzy,
je bent altijd welkom als je denkt van ja, dat vind ik leuk, weet je, om hem lekker van dichtbij mee te maken. Je weet de weg. Als je hem lekker van dichtbij wil meemaken, ja. Is zo lekker, man. Echt. Is om te genieten. Ja, heerlijk. Wat wou ik nog zeggen? Oh ja, voor de Guys and Dolls who are waiting for Marcello. It is holiday time here, so he won't come tonight. No. Because he stays in his little house on the prairie. But he will be here tomorrow to do the show. At 9 o'clock, of course, together with Paolo J. And at 7 o'clock, you can enjoy the pure energy of Piet Dimoor. Ja, dat is, you know, geweldig. He brings energy in dat your life. Dat is zo leuk, ja, man. Gaan we even nog een beetje napraten over wat er vrijdagavond is gebeurd. Kom eens even erbij. Even in jullie twee is er geweest. Victor, misschien juist een keer bij de microfoon komen. Nee, daar gaan alle winnen voor. Ik vind dat eigenlijk dat ze dat morgen dan moeten doen bij de show. Morgen? Ja, ik weet niet of ze er morgen bij kunnen zijn. Ze hebben ook meeste boekwerk, hè? Ja, ik heb net gehoord dat dat pas vanaf 26 december is. Wat? Dat ze echt moeten werken. Oh. Kijk, ik begrijp wat ik bedoel. Oh. Ja, dan gaan ze de vuurwerk in en dan is het... Dan gaan de oogjes pas toe op 1 januari. Ja, als alles op is. Oké. Okay. Maar Anne, hoe was het daar vrijdagavond met Piet Dimoor en die Brian? Piet, die stopt niet. Piet stopt niet? Piet stopt niet. Piet begint en Piet beweegt en Piet zingt en rapt en danst. En een multitalent. Stopt niet. Gewoon. Nee. En dan doet hij tussendoor ook een videoclipje in een garage met een paar halfnaakte wijven. Ja, dat was niet daar. Dat heeft hij daar ook niet laten zien. Maar dat klopt wel wat je zegt. Ja, dat hadden we op Facebook allemaal weer meegekregen. Ja. Altijd als ik op maandag eventjes... Nou, ik luister dan vaak terug. Maar als ik die uitzending terugluister... Het is inderdaad een feestje. Ja. Nee, maar toch is het leuk dat we deze Piet, dankzij Paolo J. Ja. Dus is die hier bij ons gekomen. Ja, zeg maar. Paolo J is onze talentscout. Dus is eigenlijk onze nieuwe manager. Maar heeft dat goed gedaan. Ja, maar je kan nooit twee managers op één kussen. Nee, zie je, maar die andere is ook net weg. Ja, dat is wel waar. Ze hebben elkaar afgelost bij de deur. Maar hij vond het niet leuk. Hij vond het niet zo leuk. Ik zeg, nee joh, maar je weet toch, bij ons krijgt iedereen een nickname. Ja, tuurlijk. Dan moet je niks achterzoeken. Latex Ronnie, Latex Ronnie, alles heb je gehad. Burgemeester van Lodi. Ja, dat was er een van Savino. De burgemeester van Lodi. Ik zei het tegen hem en toen werd er al gelijk op gereageerd dat hij alles was, maar vooral vies. Ja, precies. Maar ja, dat jij dat het verhaal vertelt dat Maxime dan helemaal ingerogen door dan hem. Ach, door Ronnie. Ik zie het al helemaal voor. En we hebben het dus over 10 augustus. En dan komt dus de hele familie Cosetti van Paolo Cosetti... komt bij Ron slapen. Oh. Met kinderen erbij. Oh jee. Dus heeft iemand nog een luchtbed over, want er komt er één tekort. Oh. En Fred Ventura slaapt ook bij hem. Dus het dolle boel daar bij huizen rond. Dus het kind van Frederico, die komt ook? Nee, die niet. Maar die wel niet. Van Paolo Cosetti. Oh, Paolo Cosetti. Dus 10 augustus, mensen. Brett Sloterdijk. Tussen van 1 tot 5 ochtends. 1 uur 's middags tot 5 's nachts. Dat bedoel ik eigenlijk. Kan je dus 16 uur lang van Italo genieten. En corsetten en BH'tjes die uitgaan. Bedoel je dan misschien 1 uur 's middags? 1 uur 's middags tot 5 uur 's nachts. Ik heb gehoord dat Anne met haar charité... Nee, ik wil het niet meer horen. Dit is een grapje. Nee, want ze vindt het echt niet leuk. Oh. Dat heeft ze al aangegeven in de chat en dan moeten we... Nou, ik zie dat Victor er ook bijna geen reet van aantrekt. Nee, maar het is ook goedkoper humor. Nee, maar het is ik klaar. Zie dat Victor ze inderdaad nooit aantrekt. Waarom heb jij geen charité-gordels, charité-gordels. Het wordt echt steeds erger. Nee, maar die is wel leuk, charité-gordels. Ja, die is dan wel weer leuk. Dat heeft niks met... Nee, dat heeft niks met Anne te maken. Maar goed, laten we een beetje afsluiten. Zo, again, I will repeat. Ferenc is coming 28th of July. Listen very carefully. In she will repeat this only once. Yes, in this radio cafe. So that is next Sunday. And you will like it, I'm sure. And even kijken. Nou, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ja, zeg maar. Dan wij, if you don't like it, then welcome, bring it. Ja. Thank you. Thank you. For en joining jongens, us. Jongens, daar meisje, we hebben nou eindelijk kunnen we een jingle gaan draaien, want de vakantie is begonnen. Hè? Ja. Dus dan hebben wij die vakantie jingle die zingen. Oh ja. Op naar de vakantie. Ja, het is really jingle. Het is zomer, de zon schijnt. Leven kan niet beter. Je benen bloot, de pret is groot. Met schat is dat heel zeker. Het is vakantie. Wat een tijd. Wat een tijd. Radio Stad Den Haag. We gaan de laatste draaien van Karen Young. Ja. Het is vakantie. Bring the boys on of zo. Wat een tijd. En in de Jim Burgers Disco Mix. Het is vakantie. Ik ga bijna Ricky en Slingertje er al bij zien. Ciao, Billy. Boys. Bring on the boys.
dat, hier dat op je station in het live show. Je hoorde Bring on the Boys. Bedankt je voor het luisteren. Morgen natuurlijk Piet die morgen vanaf 7 uur tot 8 met de Soulmate. Daarna ben ik even weer bij je terug. Een klein uurtje met jouw verzoekplaten, jouw request zijn er vanuit de welkom. Paolo J dus daarna met zijn Dance Made in Italy. En Marcello D'Azzurro is er morgenavond ook weer met Inventi D'Azzurro, de Dance Disco vanuit Italië. Maar toch nog één ding. Aanstaande dinsdag vanaf 8 uur zijn ze er weer. Live! Dance music, disco, floor fillers, old versus new, remixes, who sampled who, and many more. The Rhythm Kitchen, Tuesday night, 8 o'clock, Central European Time, with André de Hartog and Marco Di Luna. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European Time, we spin those old-school dance hits, Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostopdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Stop Den Haag, every Sunday, live. Boo! Boo! That was the worst thing I ever heard. It was terrible. Horrendous. Well, it wasn't that bad. Oh, yeah? Oh, there were parts of it I liked. Yeah, I liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. It's wonderful. Oh, bravo. More.